stacks on the back, look like laps in on 28. Nah, you can't get it if you ain't got plenty cake. Je hoort aan de stem, ik ben niet Chris. Chris was een beetje ziek, jullie hebben het ook gezien op Twitter. Als je dat niet weet, volg Chris zeker op Twitter. En beterschap, jongen, ik maak deze video daarom ook voor Chris, omdat hij zelf geen video's kon maken, omdat hij een beetje grieperig was. Dus beterschap, nogmaals, en we gaan verder met de video. Ik zal hem even kort voorstellen. Ik ben Tijmen, ik ben 15 jaar en ik maak natuurlijk zelf ook YouTube-video's. Mijn kanaal zal in de beschrijving staan. Ik ga niet mijn kanaal 20 keer opnoemen, omdat Fish Chris zijn kanaal geen reclamebureau is. Dus daarom. Maar ik ga het deze video hebben over de internetconnecties en de netcode van tegenwoordig. Want jullie merken wel dat bij Chris' video's dat hij soms gewoon op een domme manier doodgaat. En dat heb ik zelf ook wel eens bij mijn video's. En als ik gewoon voor lol even aan het gamen ben met een paar maten, dan merk je dat ook gewoon. Daar word je gewoon scheidziek van. Want het irritantste dat er is, dat je doodgaat op een netcode manier. En de netcode manier is, ik zal het even uitleggen wat netcode is voor degenen die het niet weten. Netcode is, je hebt een steegje. Dan heb je links een gebouw, rechts een gebouw, tussen spleet, dus een steegje dan. En daar staat bijvoorbeeld een Amerikaan. Je hebt dan verschillende soorten servers die gehost worden in Europa, Azië, Australië, Amerika en Noord-Amerika. En met Amerika bedoel ik Zuid. Nee. Ja, Zuid of West. Tenminste, je hebt verschillende soorten servers in Noord- en Zuid-Amerika. Maar ik ben daar gewoon aan het spelen op een Europese server. De Quick Joint, ik zal direct even daarop verder gaan. Een Amerikaan in een Europese server. Maar het is een Europese server, dus hij verzorgt gewoon lag. Wat het probleem dan is, als ik voorbij dat steegje ren, waar ik het net over had, en hij staat in dat steegje, dan is op zijn beeld, sta ik daar nog, of ren ik daar net voorbij. Dan schiet hij mij dood, terwijl ik op mijn beeld, zo pardon, als ik op mijn beeld ben ik al voorbij dat steegje, sta ik aan de andere kant van het gebouw. Dan heb je het gebouw, twee gebouwen, dan rechts en links een gebouw en dan een steegje, ja. Dus ik ben al aan de linkerkant van een gebouw. Alleen, op zijn beeld, op die Amerikaanse beeld, sta ik daar nog. En schieten me dood, terwijl ik op mijn beeld in gewoon voorbij steegje ben. Dat is gewoon het stomste dat er is bij netcode. En dat is dus netcode, dat is dus het probleem wat heel veel gamers hebben, heel veel YouTubers, gamers. Ook al op de PC is dat ook. Maar ik gebruik even Battlefield als voorbeeld. Want ik doe veel Battlefield, daarom ook de achtergrond gameplay. Daar nog wel even over, want dat was ik vergeten. Het is een potje op bankjob. Het is niet een heel potje. Op een gegeven moment gaan we spawn killen. Dus toen ben ik gewoon gestopt met opnemen. Dat is gewoon niet leuk om naar te kijken. Naar gewoon iemand die voor iemand spawn staat. En deelt hij af en toe een kill maakt. En af en toe door zijn kop wordt geschoten door een sniper. Dus daarom, dat weet je dat ook gelijk. Maar ik gebruik even Battlefield als perspectief. Om even zo te zeggen. Bij Battlefield kun je gewoon quick joinen en normaal en een server browser kiezen. Bij server browser kun je de map, wat voor game mode het is en het continent aanklikken. Dus als je een Amerikaan bent, klik je op Amerikaanse servers. Als je een Europeaan bent, klik je op Europeaanse servers. Als je een Aziat bent, ja, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Maar ik gebruik even Amerika en Europa als voorbeeld. Dat vind ik het makkelijkste en het duidelijkste om te gebruiken. Maar als een Amerikaan dan gewoon op quickjoin doet, dan kan het zijn dat je soms gewoon in een Amerikaanse server joint. Maar het kan ook zijn dat je quickjoint in een Europese server. En wat er dan gebeurt is van die netcode waar ik het net over had. Dan krijg je die netcode en lag. Dus wat ik vind wat er moet gebeuren. Er moet gewoon gebeuren dat als je op quickjoin drukt, dat je gewoon in je eigen continent servers komt, om even zo te benoemen. Maar er moet ook gewoon, ik snap het, er zijn mensen die natuurlijk spelen met Amerikanen. Ik speel ook wel eens met Amerikanen. Ik speelde wel eens met Amerikanen. En Russen heb ik ook wel eens een keertje mee gespeeld, maar dat was heel lang geleden, dat was ook best lollig. Maar dat doet er niet toe. Er moet natuurlijk ook een optie zijn dat je gewoon met je Amerikaanse of weet ik veel buitenlandse uit een ander continent vrienden kunt spelen, kunt gamen. Want als je bijvoorbeeld in een Amerikaanse clan zit, dan wil je natuurlijk ook gewoon met die mensen Clan Wars kunnen spelen. En dat
Je moet gewoon gebeuren. Je moet per se op een iemand van je in je vriendenlijst joinen om in zo'n Amerikaanse server te komen. Of je moet bij serverbrowser Amerikaanse server aanklikken dat je expres wilt joinen. Dan is het je eigen schuld dat je achter een muur doodgaat waar je al een kwartier achter staat. Terwijl er op jou, op de anderen zijn enemies in beeld, gewoon je er al nog niet voor staat. Dan is het je eigen schuld dat je daar doodgaat. Maar als ik gewoon wil gamen, dan wil ik ook gewoon gamen. Dan wil ik gewoon niet op een domme manier doodgaan achter een muur. Ik vind echt gewoon dat ze dat moeten regelen. Want wat voor. Ik weet het kost geld om dat te regelen. Maar ik zweer het je, die winst die krijg je terug. Want je investeert een beetje om de game beter te maken. En bijvoorbeeld, ik speel dan Battlefield. En misschien wel een twijfelde maat van mij om Battlefield te kopen. En zeg ik, ja, de servers zijn echt goed, niet normaal, geen lag, helemaal niks, ik ga niet op een domme manier dood. Dan haal ik hem eigenlijk gewoon over om Battlefield te kopen. Misschien geef ik dan net weer dat setje om Battlefield te gaan halen, of Call of Duty te gaan halen, of weet ik veel, een andere game, een game te gaan halen. Ik gebruik Battlefield als voorbeeld, nogmaals. Maar dan haal ik hem over. De game kost dan zeg maar even €60. Misschien koopt hij dan nog wel een DLC bij van 15, €20. Dan zit je alweer op €75. En misschien denk je van ja, ik ga niet al die DLC's kopen. Dus koop maar een Season Pass of Premium. Kost ook weer €50. Dan zit je echt gewoon lekker op die €125 hoor. Die je wel even gewoon van één persoon dan krijgt. Eén persoon. Als je dan even kijkt over de hele wereld. Hoeveel Battlefield-spelers zullen er zijn? Pff, weet ik veel. Een paar miljoen. 2, 3 miljoen misschien. Hoeveel Call of Duty-spelers zullen er zijn? 4 miljoen of zo. Als je dan. Die 5 miljoen mensen, ja, misschien haalt daar 1/4 weer wat mensen van over. Nou, 4 miljoen, 1/4 daarvan is 1 miljoen. Die 1 miljoen mensen haalt misschien wel, als die 1 miljoen mensen 2 mensen overhaalt, heb je 2 miljoen mensen die dan het spel kopen. Laten we praten nou wel even, ik praat nou gewoon over grote random getallen die ik nou even uit mijn duim zuig. Dat wel, maar het is even een voorbeeld wat ik dan geef, hè jongens. Ik wil natuurlijk ook jullie mening hiervan weten. Laat het even achter in de reacties. Dan ga ik daar zeker in de gaten houden. Ik wil ook Chris zijn meningen van weten. En jongens, ik hoop dat jullie genoten hebben van deze video. Dit is natuurlijk mijn mening. Dit zijn mijn hoe ik bij mijzelf over nadenk. Hoe ik denk dat het de netcode, het internet, connecties allemaal beter kan maken bij de games. Zo denk ik erover. Laat natuurlijk een like achter. Abonneer zeker op Chris' kanaal. En mijn kanaal staat in de beschrijving nogmaals. Dus houden misschien tot een nieuwe andere video. Of op mijn kanaal. Adios.